Zwart en wit is Heracles, een thuis voor iedereen. Een club om voor te leven, nee, je staat hier nooit alleen. Samen naar de voetbal. Ja. U geeft rondleidingen in het Heraclesstadion. Waarom bent u daaraan begonnen? Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Ik ben al heel lang lid van de club en betrokken bij de club. Ik kreeg wat meer tijd. En toen ben ik destijds aan de Bornsestraat in contact gekomen met mensen die dus wat met de historie van de club te maken hadden. En zodoende ben ik daar ingerold en ben ik rondleidingen gaan doen. En u doet al 25 jaar die rondleidingen, begreep ik? Ja, klopt. Vanaf de Bornsestraat, daar zijn we begonnen in eerste instantie heel voorzichtig om op te zetten. En met iemand die ons vertelde hoe je dus de groep tegemoet moest treden of zo. Nou, daar had ik geen problemen mee. Ik bedoel, ik red me daar zelf wel mee. Maar een soort opleiding hebben we daarvoor gehad. En als je dan verder kijkt, we hadden toen 5 mensen die dus die rondleiding deden. Ja, iedereen doet het toch op zijn eigen manier. Ja, en die rondleidingen, kan u in het kort even zeggen waar het vooral om draait? Nou, een rondleiding houdt in eerste instantie natuurlijk, ik hou meestal een praatje met wat achtergronden. Hoe zijn we begonnen, hoe zijn we ontstaan en welke tijden hebben we doorgemaakt? We hebben moeilijke tijden gehad, maar we hebben ook prachtige tijden doorgemaakt. We zijn bijvoorbeeld in 1927 en in 1941 zijn we kampioen van Nederland geweest. En daarna ga ik meestal met de groep mee door allerlei hoeken en gaten eigenlijk van het stadion. En laten zien hoe het eruit ziet, maar ook wat daar gebeurt. We hebben natuurlijk het museum. Ja, en wat je ook altijd graag wilt laten zien, dat zijn de kleedkamers. Want dat is het eerste waar de mensen naar vragen. Komen we ook in de kleedkamers? Ja. We hebben vaak, als we groepen hebben met kinderen bijvoorbeeld van een school. Ja, het is afgelopen, zeg maar. Dan mogen ze nog een kwartier, 20 minuten, mogen ze nog spelen hier op het veld. Want in feite is het, je ziet het nergens in Nederland. Maar als hier een wedstrijd gespeeld wordt, of het is zondagmiddag, of het is zaterdagavond. Na afloop van een voetbalwedstrijd mag de jeugd het veld op. Dat maakt Heracles extra uniek? Ik wil niet zeggen uniek, maar het is een warme club. Hier kan je iedereen aanspreken. Iedereen die is bereid om je te woord te staan. En je kan hier binnenkomen. Ja, en wat vindt u het meest markante, het mooiste om te laten zien? Ja, dat is ons museum. Het museum, daar zijn we een paar jaar mee bezig. En we zijn natuurlijk nog altijd bezig om dingen terug te halen, terug te vinden van mensen. Maar ik heb vanochtend al gezegd, het is vaak moeilijk dat mensen dus iets kwijt willen. En dat gaat niet aan ons, dat ze dat niet aan ons kwijt willen. Maar er zit een emotionele waarde daaraan. En u blijft het nog een aantal jaren doen? Dat hoop ik. Dat hoop ik. Als ik gezond blijf, dan wil ik dat nog wel even doen. Vandaag hebt u een rondleiding gehad in het stadion. Hoe vond u dat? Ik vond dat zeer leerzaam. Ik vind Heracles een klus en warme club met weinig uitwassen. En wat vond u zoals vandaag? Wat vond u nou het meest bijzondere wat u gezien heeft? Ja, het totale plaatje, zeg maar. Ja. Het totale plaatje? Daar was ik benieuwd naar. En de historie allemaal, en al die verhalen. Ik ben zeer breed geïnteresseerd. Dus dat vond u gewoon heel erg leuk om te zien? Ja, leerzaam.